Wilbert Christian, en vandaag gaan we reageren op het programma Mensenkennis van SBS6. En hier gaan we zien hoe mensen, fout gedrag eigenlijk een soort van behandelen. Dus veel kijkplezier. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Reageren Op. Hallo iedereen, welkom dat jullie ook weer kijken. Deze keer gaan we naar het programma Mensenkennis kijken op SBS. Dus vorige keer hebben we naar de Armo Waswijze dinges gekeken. Dit is aflevering 9, dus ik heb heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Dus we zetten de koptelefoon maar weer eens op. En we gaan kijken. Oké, het eerste wat ik zie is, geef jij een vuurtje aan een 13-jarig kind? Ik hoop zelf niet, dus ik zal het sowieso niet doen en ik ga het sowieso ook zou ik afraden. Maar ik weet niet wat de rest doet, dus we gaan gewoon eens kijken en we zien het wel. Dit is de 13-jarige Samuel. Heeft nog nooit gerookt, goed zo Samuel, maar vandaag doet hij alsof en is hij op zoek naar een vuurtje. Wat was dat hij nooit heeft gerookt? Die wil deze jonge jongen uit de brand helpen en zijn sigaret aansteken. Oké, daar gaan we. Mag ik iets vragen? Ja, ik heb dus nu een toetsweek. Ja. Oké, heeft een toetsweek? Oké. Is best wel wat stress. Dus ja. Vroeg me af of ik misschien een vuurtje had. Nee? Nee, ik snap wel dat toetsweek veel stress heeft. Maar je kan ook andere dingen doen als je veel stress heeft als een 13-jarige. Maar ik zou roken, zou ik daar niet heel erg mee aanraden. Ik denk dat je sowieso dan al bent beïnvloed door iemand anders, maar ja. Hoe oud ben jij? Ik ben bijna 14. Je bent bijna 14, dan durf jij een vuurtje te vragen. Je moet je schamen pot verdikken me. Je moet je schamen pot verdikken me. Het is heel druk op school, ik ben ook heel gestrest. Ja, maakt niet uit, kom met je vragen. Ja, ja, kom gewoon met je vragen, duurt te lang. Misschien dat is niet goed voor je. En denk aan je lijf, hè. Als jij 50 bent, heb jij misschien longkanker. Misschien niet, maar misschien wel. Wees zuinig op jezelf, knul. Ik wist al dat je het zou vragen. Je moet het niet doen. Neem dat maar van mij aan. Die vrouw die is echt wel goed, want die legt echt gewoon, die zegt gewoon met, luister eens, dit moet je gewoon niet doen. Dus ik moet wel toegeven, die vrouw die is, die doet gewoon echt goed haar werk. Tenminste, ze weet het is een jonge jongen. Maar ze weet het is een jonge jongen en dan moet je geen vuurtje geven. En ook helemaal niet een 13 jaar laten roken. Ben je dan ook strafbaar? Als je een vuurtje geeft aan een minderjarig kind. Minderjarig kind. Vuurtje straf. Is dat strafbaar? Nee. Nou ja, ik kan dit niet. Minderjarig kind roken. Strafbaar. De wet die biedt het niet. De wet is echt namelijk over roken zelf. Dat het verkoop van tabak. Dus in principe moet het gewoon. Oh hier. Roken onder de 16. Oké, 2013 komt dit uit. Dus echt al heel lang geleden. 10 jaar geleden. Geef roken een boete. Die zal leren. Zo van die zaad tabak. Zal anders denk ik zelf verder gaan. Roken onder de 16 strafbaar stellen. Is er. Reageren daarmee op de plannen van de Europese Commissie om minderjarigen van het roken af te wel. Schijnbaar is dat nooit van gekomen, dus ik denk dat dit misschien wel iets zal zijn. Maar we gaan weer verder. Mevrouw, mag ik misschien een vuurtje? Oké. Okay. Oh, nee! Ze geeft er gewoon ook gewoon letterlijk een vuurtje. Oh, wat erg dit.
Maar zij zit ook gewoon haar sigaret aan te steken en ze geeft gewoon een vuurtje. Oké. Okay. Kun je dit misschien doen? Ja. Dat. Nee, je bent erg jong, hè? Ja. Ze helpt hem ook nog gewoon. En dan zegt ze ook achteraf met... Ja, je bent erg jong, hè? Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen, maar ja, nee. Dank mevrouw, ik ben geholpen. Meneer, kan ik u misschien vragen? Ik denk dat die man die komt nog best wel sympathiek over. Dus ik hoop. Ik ga niks verwachten, maar ik hoop dat hij geen vuurtje geeft. Ja, of hij misschien een vuurtje heeft. Hij kijkt hem echt heel boos aan of hij hem wil vermoorden. Ik ben 13, bijna 14. En weet je hoe stom je bent? Kijk, weet je, ik kom net bij de dokter vandaan. Kijk eens. Ik ben hartpatiënt geworden sinds een half jaar. En dat komt door dat fucking roken. En je moet het zelf weten als je je leven naar de kloten wil helpen. Dan ga je lekker roken. Ik heb het 40 jaar gedaan. Ook net zo eigenwijs als jij nou bent. Lekker stoer, sigaretje. Het dorp heen lopen, leuk. Nee. Als ik jou was, brak ik hem door de midden en groei de rest weg. Ja, bedankt. En nooit meer aan beginnen. Hallo mevrouw. Hallo. Nou. Filmpje werkt ze niet mee. Heel eerlijk, ik denk dat die man nog wel een hele goede vader zal zijn. Hij is wel heel eerlijk. Nou ja, ik vraag me sowieso af wat... Ja, Sam. Nou ja, vraag me helemaal niks af, sorry. Ik ben dat niet zo echt op best. Nee, die vader lijkt me sowieso wel een hele goede man. Hij is gewoon heel eerlijk wat hij vertelt en wat er met hem is gebeurd. Hij kan zichzelf als voorbeeld noemen en hij zegt gewoon eerlijk, ja, ik heb er spijt van. Nee, gewoon zeggen, want ja, ik brak hem door midden en ja. Nee, ik denk dat hij echt wel een goede vader is. Dat hij gewoon kan zeggen met, ja, rook gewoon niet en ik had het misschien tegenhouden. Hallo mevrouw. Hallo. Kan ik u misschien eens vragen? Ja. Heb dus een druk... Oh, hij is echt zenuwachtig. Hij loopt gewoon heen en weer. Een toetsweek. Ja. Hij bent gewoon kut. Ook stress. Ja. Maar heb je misschien een vuurtje? Maar hoe oud ben jij? Oké. Okay. Oh, ze vraagt wel netjes hoe oud hij is. 10. Ja, hij voelt hem aankomen. Gelukkig zeggen een hele hoop mensen, jongen, doe dat niet en houden we vanaf. Vind ik echt mooi om te zien, vind je niet? Ja, en ik vind wel, nou, ik moet wel zeggen, die eerste vrouw vind ik ook niet goed. Waarom niet? Nou, omdat ze dan zegt van, hoe durf je het te vragen? Dat is niet de manier waarop je volgens mij met een kind moet praten. Nee, maar ze zegt er wel wat van. Wat die man deed, vond ik wel goed. Ja, ja, ja. Oké, okay, jongens. Ja, oké, okay, daar heb je misschien wel gelijk. Maar die man die was sowieso echt goed. Dat echt lof naar hem. Tablets erbij. Deze mevrouw, daar gaat het nu om. Geeft zij hem een vuurtje? Ja of nee? Ik wil het gewoon niet. Ja, ik weet niet. Ik denk aan de ene kant nee, maar aan de andere kant wel weer ja. Laat gewoon voor nee spelen. Nee, zegt Irene. Nee, nee. Waarom denk jij dat als je deze mevrouw ziet? Nou, omdat ze wel eerst vroeg hoe oud ben jij en ik wil gewoon dat ze nee zegt. Ja, dat wil ik ook. Ja, ja? Ja, maar of dat ze... Het wordt niet gevraagd wat ze willen, het wordt gevraagd wat ze zal zeggen. Even kijken, we hebben het over mensenkennis. Je ziet die vrouw, de lichaamshouding, ze vraagt wel hoe oud. Ja, daar denk jij dus nu van, hé. Hey. Nee, ik kan me niet voorstellen dat als je... Want het is een volwassen vrouw, het is wel een jonge vrouw. Maar dat die ene vrouw deed het natuurlijk wel, die blonde. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Ja, maar die stond zelf te roken. Die stond zelf te roken. Ja. Jongens, we gaan kijken. Jullie zeggen allebei, nee, ja, dat okay. Vuurtje krijgt hij niet. We gaan het zien. Heb je misschien een vuurtje? Maar hoe oud ben jij? Ik ben 13. Nee, ik praat wel gewoon. Wow. Hartstikke bedankt. Ja, alsjeblieft. Oh, ja. Nee. Oh, wat erg dit. Nee. Ik ben verbijsterd. Maar waarom ben je zo verbijsterd? Kijk, als die kinderen willen roken, je houdt het toch niet tegen. Maar je gaat het niet... Oké. Ja, nee. Laten we gewoon naar de volgende gaan. Dit is de 14. Oké. Dit is alcohol kopen. Nou, dat lijkt me nog wel interessant.
Zet ik kort tijd op zijn afstand. Ook 720p, echt, ik kan janken. Dit is de 14-jarige Joost. Dit is de 14-jarige Joost en okay, hij heeft vanavond een feestje. Feesten doe je natuurlijk niet met vis, maar met alcohol. Je mag alleen als minderjarige helemaal geen alcohol kopen. Van de wet niet en van zijn moeder al helemaal niet. Wie dat ook wel goed is. Ik heb zelf al eens, toen ik 14 was, dronk ik nog niet echt zo. 16 wel is wat. Dus ja, nee, ik denk dat het op zich wel goed is als je als 14 niks gaat drinken. Maar ja, ik zal benieuwen wat de rest van deze mensen denken. Want ze gaat volgens mij nu sterke drank halen. Wie helpt deze jongen toch aan een fles vodka? Meneer, zou u misschien kunnen helpen? Waarmee? Nou, ik ben vandaag 14 jaar geworden. Ja. En ik heb vanavond... Feliciteren me eerst even! Maar ik heb één vraag voor u. Of u voor mij een... Die vrouw die staat er ook echt naast te kijken met, ja... Waar moet je mee? Een flesje vodka wil halen. Nee, dat kan ik niet doen. Kijk, jij bent minderjarig. En als ik het voor jou haal... Oh, nu boeit dat niet. ...ben ik dubbel de klos. Of u... Ja, nee, ik begrijp het. Hij heeft op zich wel een goede reden. Een flesje vodka voor mij wil halen. Nee, sorry. Mijn moeder was alcoholist. En ik heb daar heel veel mee gezien met alcohol. En ze zijn nog zo precair. Als jij gaat drinken op deze leeftijd, sterven jij zo. Mijn moeder is dood. Denk daaraan. Dus zou je van... Dat is best wel heftig, eigenlijk. Dat je... Ja, nee, dat is eigenlijk best wel heftig wat zij zegt. Maar dat snap ik ook wel. Dan is het ook best wel confronterend, denk ik. Als in één keer zo'n jongen van 14 vraagt, mag ik wat alcohol? Maar ja. Een flesje vodka wil ik ook. Ja, geen probleem. Oké, hij doet het ook van deze pas. Dank je wel. Ja hoor. Een flesje vodka. Dankjewel, je maakt me super blij. Anders had ik het nooit gekregen. Dankjewel. Maar wilt u misschien een fles vodka voor mij halen? Wat ben je? Ik ben 14. Oké, nu gaat het... Oké, ja, zullen Kijk, zo gaat ze... En die vrouw is hartstikke... Hopeloos. Mag niet, hè? Nee, mag niet. Wat is er mis mee? Oké, nu hebben we hem. Ik ga me echt serieus vragen, wat is er mis mee om vodka te gaan drinken terwijl je 14 bent? Ik snap die man echt volledig. Ja. Als je dat heel normaal is, waarom loop je niet naar binnen en ga je het zelf kopen? Doe maar 1 keer 14. Dat klopt, je bent inderdaad 1 keer 14. Dan kan je ook Ranja drinken. Je bent 14. Leef 1 keer inderdaad, als je straks een alcoholvergiftiging bent, dan word je geen 15. Hij heeft... Echt, heel eerlijk, respect naar die man. Omdat je 14 bent. Nee, hij is echt respect naar die man. Echt gewoon. Pardon mevrouw, mag ik iets vragen? Ja. Ik ben vannacht jarig, ik ben 14 geworden. Ja. En... ja. Waarom feliciteert iemand hem? Ik zoek gewoon iemand die hem feliciteert. Feest vieren met mijn vrienden. Alcohol voor je wil kopen. Ja. Yes, we zien hem al aankomen. Ja, nee, sorry, dat ga ik niet doen. Alleen, waarom niet? Ja, omdat ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Heel eerlijk, van haar had ik het echt het meest verwacht. Ik dacht, zij is jong, zij gaat misschien die jongen nog gunnen. Maar ik ben wel trots op haar dat ze dat niet heeft gedaan. Nou, zou ik hem wel mogen vragen? Ja. Oeh, deze gaat niet doen. Deze doet het niet hoor. Ik ben vandaag 14 geworden. Ja. En ik heb vanavond een feestje. Ja. En daarom heb ik een vraag voor u. Zou u voor mij een flesje vodka willen halen? Maar ik krijg geen ruzie meer. Oké, okay. Oh, ze praat echt nog wel. Wat doet deze vrouw? Koopt ze de fles vodka voor deze 14-jarige jongen? Ja of nee? Ja, is ook even goed om mensenkennis thuis te testen. Ja, ik denk die laatste vraag... Als die gast nee zegt, die jongen van 14, ik denk dat ze hem dag gewoon gaat halen. Dus ik denk dat ze hem haalt. Want die, okay, die jongen die gaat sowieso zeggen met nee, ik krijg geen ruzie. Waar spelen we voor? Ja, ik... Jullie zeggen allebei ja. Ja, ik denk dat ze zoiets zegt van, dan wil ik er wel bij zijn of zo. Weet je, dat is gewoon... Ja, dat zal een goede zijn. Dat zal een goede grap zijn. Ja. Als je naar deze dame kijkt, dat gaat natuurlijk ook om een eerste indruk. Hè? Wat zegt jou dan aan haar? Is er iets aan haar lichaamstaal waardoor je denkt, ja... Ja, ik denk schijnbedriegt, weet je. Die komt natuurlijk over als een keurige mevrouw. Dus ik mij bekruipt meteen zo'n gevoel van, ja, die gaat het gewoon doen. Die gaat zo de winkel in en...
Ja, dus ik denk dat zij zo'n leeftijd heeft dat ze de jongeren wat gunt. Weet je, dat ze niet meer nadenkt over de gevolgen of wat dan ook. Ach, die jongen, weet je, van 14, ik ben jong geweest. Ja, zoiets. Nou, we zijn allemaal razend benieuwd. Komt dat flesje wodka er? Mevrouw, zou ik me wel mogen vragen? Ja? Ik ben vandaag 14 geworden. Ja? En ik heb vanavond een feestje. Ja? En daarom heb ik een vraag voor u. Zou u voor mij een flesje wodka willen halen? Maar ik krijg geen ruzie. Nee, het mag van mijn moeder. Ah, dat was zijn moeder het opgehaald. Oh, zegt ze. Oké, en als pak gewoon geld aan. Ja, zei je? Ik wist het gewoon. Wat gehecht. Top, heel erg fijn, ja. Rijdt er gewoon en dan mooi scootertje ermee. Oh, ze kan lopen. Oké, mooi zo. Hij loopt er gewoon zo mooi naar buiten. Oh, wat goed is. Nou, eigenlijk is het helemaal niet goed. Het is eigenlijk heel erg. Heel erg bedankt, mevrouw. Bonnetje nog. Allebei goed. Maar ze doet het heel netjes. Ja, hoe bedoel je? Ja, ze vraagt eerst, krijg je dan geen ruzie met je moeder, dus dat checkt ze keurig. Ze geeft prima dat bonnetje erbij, alleen ze overtreedt keihard de wet, weet je. Ja, zo is het, zo is het. Ja, ik zag die meneer daar ook heel hard lachen. Kijk of hij zo meteen ook nog net zo hard lacht als hij naast zijn partner zit. Want straks als we terug zijn bij Mensenkennis, dan hebben we onder andere de vraag gesteld, weet jouw partner met hoeveel mensen je naar bed bent geweest? En zijn mensen... Oké. Eigenlijk kan je het zo vergelijken. Die vrouw wordt aangehouden door de politie, want ze doet echt een heel erg strafbaar feit. En zegt de politieagent, mevrouw, waarom haalt u deze fles vodka voor deze jongen? En die vrouw zegt zo met, maar ik geef wel dat bonnetje erbij. Hartstikke nee. En ik heb gevraagd dat dit van zijn moeder mag. Overtreedt gewoon keihard de wet. Oké, wat hebben we nou weer? Even kijken. Ik zag trouwens net eentje. Die was nog wel heel interessant. Maar ik weet niet. Laat jij winkeldieven gaan. Die is titel die. Ja, kijk, die zag ik net gaan. Maar... Oké. Dan gaan we even kijken. Ups, deze heb ik schijnbaar al een keer gezien. Oké. Dan gaan we even opnieuw. Nou, Tieske, ik denk dat we wel kunnen stellen dat jij een goede boef bent. Kunnen stelen bedoel je? Ik kon me ook niks meer herinneren. Maar we gaan kijken. Nou, trouwens, ik ben een boef en ik ben geen dief. Nou, harte diefje? Ja, hier een paar hartjes gestolen. Maar vandaag gaan we producten stelen in de supermarkt en kijken hoe goed de mensheid is. Hoe ze reageren. Maar dan moet jij wel even zorgen dat je die glimlach van je gezicht afhaalt. Thijs gaat uitgebreid winkelen. Ja, wat eitjes in zijn zak. Hij heeft ook nog een beetje dorst. Joep houdt ondertussen alles scherp in de gaten om af en toe ook nog wat olie op het vuur te gooien. Wie ziet het allemaal gebeuren? En waarschuwt het personeel? Oh, hij ziet hem. Oké, daar gaan we. In de Albert Heijn. Hoppa, derde been erbij. Wat heb je? Het is gewoon keihard zo'n stokbrood. Wat gek. Denk ze. Ja, versteek je. Winkelwagentjes voor. Nou, dat doen we gewoon in ons broek. Nieuwe traditie. Gewoon in mijn winkelwagentje hoor. Ja, die vrouw heeft zijn broek aan. Stel je voor. Heb je de gast nou? Stokbrood in zijn broek. Stokbrood, een half brood en slagroom. Ja, ik weet ook niet of je dat nodig hebt. Dan moet ik nog wachten. We kunnen maar ook wat geld geven. Ik heb geen slagroom. Want het trekt maar 5 euro van het afrekenen. Zij is wel echt doodgoed. Heel eerlijk. Als ze zo zeggen met ja, als ik geen geld heb, geef me gewoon 5 euro. Maar die gast is aan één kant gewoon heerlijk erg crimineel. Ze is gewoon te stelen. En alsnog. Maar ik moet wel toch even respect naar die vrouw. Alleen, hij helpt wel iemand die het moeilijk heeft. Nee, deze mevrouw waarschuwt het personeel dus niet. Hij gaat ook gewoon chips eten. Oh, ik ben... Hoe moet het brutaal wil je zijn? Wat? Niemand zit er toch zo? Ik dacht dat. Nou, hij zegt er wel wat van, maar ja, hij waarschuwt niemand. Ja, ik snap wel zijn reactie eerlijk gezegd. Thank you.
Deze man steekt hier een stokje voor en meldt het meteen bij de manager. Oké, deze deed het goed. Maar ze zaten maar ook met z'n tweeën, hè, dus. Maar er is geen manager nu, toch wel? Jawel, die is hier net. Goed. Eerst vraag wat hem. Ik licht ook altijd mijn criminele acties van tevoren. Die vrouw die zit echt zo met in zo'n mindfuck met wat de fuck moet ik nu doen? Moet ik nu die manager inlichten of? Wat gaat ze doen? Wat gaat ze doen? Zou ze nou wat te helpen? Ja, hij pakt zijn blikken weg. Oké, okay, oh, dus netjes. Ga ik er eens achteraan. Ja, hartstikke bedankt. Heel goed. Mevrouw waarschuwt meteen het personeel. Dat deed ze goed. Heel erg respect. Maar zij zat ook achter. Met, ze wil natuurlijk niet die gast verdrinken, maar alsnog... het is gewoon hartstikke crimineel wat diegene doet. Dus ja, nee, dat heeft ze wel goed gedaan. Ik zou ook gewoon zo kijken als iemand dit in de supermarkt deed. Gewoon alles op de ring en... De vrouw die kijkt ook echt gewoon heel raar. Dat diegene dat niet eens door... Ja, oké, het is natuurlijk geacteerd, maar ja. Oh, wat gaat ze doen? Wat gaat ze doen? Nee, ze gaat gewoon... Oh, dit is netjes. Ja, oké. Okay. We zitten in de verborgen kamer show. Ah, oké. Okay. Ik denk al wat apart. We zijn aan het kijken of hoe mensen reageren. Ja, als ze... denk okay. Al. Volgens mij schreef je apart. Wat apart. We zijn aan het kijken of hoe mensen reageren. Ik denk al wat apart. Een vrouw kan... We zijn aan het kijken of hoe mensen reageren als er wat gejat wordt. En nu gaat het meteen aan de slaan. Dus gefeliciteerd. En klopt. Nou, dames en heren, ik wil jullie heel bedankt voor het kijken naar deze video. Nu voel mijn blauw omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volg op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Volg mij op Instagram, Chris Rozex. Laat in de reacties weten wat je ervan vond. Druk even op belletje. En er wil ik nog eens een ding zeggen. Ben je ook verbaasd naar dit kijken? Laat even weten. En zeg tot volgende week. Later!